elke maandag een nieuwe motivational quote. Kunt u voorstellen? Je hebt juist een zwaar weekend gehad. Twee zieke kinderen moeten gaan eten bij je schoonouders. Met ruzie in bed gekropen. En 's morgens kinderen nog altijd ziek. Geen opvang gevonden. Met ruzie vertrokken. Te laat op je eigen vergadering. En dan de eerste mail dat je leest eindigt met: een lamp brandt pas als ze weerstand geeft. De naam Arnoud van den Bossen doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. En toch treedt deze Vlaamse komiek vandaag en morgen op voor een uitverkochte Lotto Arena. Wij trokken naar Antwerpen om de onbekendste bekende comedian te leren kennen tijdens zijn voorstelling Burnout voor beginners. Goedenavond allemaal. Heb je er zin in? Oké. Want we gaan het hebben over ellende op het werk, hè, mensen. Arnoud van den Bossen treedt op voor een uitverkochte zaal van 5000 mensen. En toch wordt hij doorgaans nergens herkend. Ook hier aan de security. Ik heb moeten bewijzen wie ik was. Ik ben wel een artiest. Hè. Ja, belangrijke vraag. Wie doet er soms alsof dat werkt? Zijn er mensen die soms... Wacht, ik zal mijn vraag een keer anders stellen. Wie van jullie is ambtenaar? Zitten er hier... Tijdens de show steekt hij de draak met ambtenaren en burn-outs. Zijn inspiratie deed hij op toen hij jaren geleden zelf voor grote bedrijven werkte. De hele act gaat over ellende op het werk. En eigenlijk, het is eigenlijk via humor dat ik het zelf verwerkt heb. Het management reply to all van dingen, van e-mail, opleidingen, uw collega's en meetings. Dat zijn de belangrijkste bronnen van ellende. En de vraag is dan, hoe moet je daarmee omgaan? Wel, heel simpel, mensen, vaak zit het antwoord in de vraag zelf. Verder leert hij ons dat belangrijke boodschappen vaak verloren gaan in saaie PowerPoint-presentaties. Denk maar aan I Have a Dream van Martin Luther King. Dat zou er zo uitzien. Welkom allemaal. Ik ben Martin Luther King. Ze hebben mij gevraagd van iets te komen vertellen over mijn droom. Hier de agenda, dus het gaat over mijn droom. De huidige situatie van de zwarten. De gewenste situatie van de zwarten. De voordelen van de gewenste situatie. Klik hier om titel toe te voegen. Ah, ja, dat klopt. Dat moest eruit.